gebeurd in de provincie Groningen. Er was voortdurend strijd om de macht tussen de regent in de stad en de hoofdelingen in de ommelanden. Kort wordt de Vrijlemaborg in het jaar 1500 bezet door de stad Groningen. De borg wordt verbouwd, verstevigd en er komt een ommuurde binnenplaats met twee torens en een poort. De versterking van de Vrijlemaborg is nodig omdat legers die vanuit Duitsland vanaf Delfzijl de stad Groningen willen aanvallen, altijd langs Slochteren moesten. Daarvoor konden zij maar één weg gebruiken. De weg Boertangen, Wedde, Winschoten, Slochteren, Groningen. Daarom bouwde graaf Edzard in 1499 de zeskantige schans van Slochteren. Hij trok erin met 2000 manschappen. De schans werd gebouwd bij de kerk en verstevigde Remmert Vrijlema zijn borg. Het was hard nodig, want in 1514 wordt er bij Slochteren zwaar gevochten. Er vallen 50 doden. Zo rond 1530 mislukte de oogst en daardoor heerste er hongersnood. Ook was er onrust over de belastingheffing, over de koopwaar welke de ommelanders naar de stad brachten. Sorry. Maar wapengekletter deed zich niet voor. Dat verandert door de verheviging van de godsdienststrijd. Daarom willen Seino Rengers en Hillebranda Vrijlema, die in 1548 op de borg wonen, hun huis beter verdedigbaar maken. Ze graven een gracht en brengen een ophaalbrug aan, want de tijden worden onrustiger. Ketters, mensen die niet katholiek zijn, zullen worden gedood, zo waarschuwt de graaf van Arensberg, stadhouder van Groningen. Veel hoofdelingen, zoals borgbewoners worden genoemd, vluchten naar Duitsland als gevolg van de godsdienststrijd. Dat geldt ook voor Johan Rengers, die in 1580 naar Duitsland vlucht en met andere gevluchte hoofdelingen een leger in ballingschap vormt. Vanaf 1566 neemt het strijdtoneel toe. Het gaat niet alleen meer om de strijd tussen de stad en ommelanden, maar ook om de strijd tussen de Staatse troepen, die onder bevel staan van Willem van Oranje, en de legers van de Spaanse bezetting. Macht en godsdienstvrijheid is het voedsel voor het conflict dat zich 80 jaar voortsleept. De Spanjaarden zien het katholieke geloof als enig geloof. Willem van Oranje is voor godsdienstvrijheid en vindt veel protestanten aan zijn zijde. De Groninger borgheren waren over het algemeen protestant. Maar sommigen werkten samen met de Spanjaarden. Wat je geloofde was in die tijd heel belangrijk. Bij de Koendersborg in Groningen vonden preken van protestanten plaats, zogenaamde hagepreken. In de preken werd hun bestaan en vrijheid van godsdienst verkondigd.
Daar kwamen in 1566 wel 6.000 tot 7.000 mensen op af. Delfzijl speelt in het wapengekletter een belangrijke rol. Daar kunnen troepen aan land worden gezet en geschut om de stad Groningen te veroveren. Steun van de hoofdelingen was daarbij nodig. In 1568 houdt graaf Willem Lodewijk van Nassau, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, dan ook een landdag in Appingedam. Lodewijk, de broer van Willem van Oranje, trekt vanuit Emden naar Appingedam en overnacht in de schans van Slochteren. Zou hij thee hebben gedronken op de Vrijlemaborg? Wij weten het niet. Een lange weg moet hij wel afleggen, want de Dollard was nog een echte binnenzee met oevers aan de Scheemderhamrik, het Waar en Nieuwolda. In mei 1568 trekt Willem Lodewijk met zijn legertje vanaf de Slochterschans naar Heiligerlee. Hij wint de slag bij Heiligerlee omdat het Spaanse voetvolk niet wacht op de Spaanse ruiterij die maar tot de Slochterschans gevorderd is. De slag duurt slechts een uur, van 6 tot 7 uur 's avonds. Na de slag bij Heiligerlee trekt Lodewijk triomfantelijk naar de stad Groningen voor een belegering. Dit wordt de Spanjaarden al te dol. Alva, de legeraanvoerder, komt persoonlijk uit Brussel en neemt met zijn leger intrek in de Slochterschans van 10 tot 17 juli 1568. In 1591 is er nog altijd strijd om de Slochterschans. Lodewijk verovert dan alle schansen in de provincie en legt een bezetting van 100 man in de kerk van Slochteren. Maar na zijn aftocht komt Slochteren opnieuw in Spaanse handen. De Spaanse stadhouder Verdugo van de stad Groningen verovert de schans van Slochteren en het huis te Wedde. In 1594 komt er een eind aan de strijd tussen de stad en ommelanden. Maurits van Nassau verovert de schansen en de stad Groningen wordt met de ommelanden als provincie onderdeel van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Er breekt eindelijk een periode van rust aan.